Toen in 2009 Mea Vita failliet ging, het was de allergrootste ouderenzorginstelling met meer dan 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten, patiënten, mensen, ouderen die verzorgd werden. Toen stond de wereld behoorlijk op z'n kop. En de foute bestuurders die bleven aanvankelijk buiten schot. De thuiszorg werd in de gemeente overgenomen. Jannie, je zal het nog wel weten, jij was wethouder. Crisis. En de ouderenzorghuizen die er waren, die werden ook overgenomen. Maar niet de mensen. Dus ze gingen de zorg zeker stellen voor de patiënten. Maar niet met de mensen die zorgden. En ik weet nog zo goed dat wij in de Tweede Kamer zeiden, hoe dan? Hoe kan dat dan? We hadden een staatssecretaris van notabene de Partij van de Arbeid en ze lieten iedereen die werkte bij het Mea Vita concern terug solliciteren naar hun oude baan voor natuurlijk slechtere arbeidsomstandigheden. Omdat bestuurders hadden gefaald, moesten de mensen die het werk deden betalen. Dat is niet gebeurd. De mensen zijn overgenomen. De mensen zijn één op één overgenomen. Sommigen werkten er net 2 maanden, anderen 20 jaar. Iedereen is overgenomen met behoud van rechten, met behoud van salaris. En hoe is dat gebeurd? Door buitenparlementaire actie. Doordat de statenpassage in de oude Tweede Kamer, die nu verbouwd wordt, en alle zalen vol zaten met Mea Vita personeel. Die zeiden, wij zijn er. Wij willen werken. Neem ons over. En waarom waren die er? Omdat we ze georganiseerd hadden. Zonder de mensen was de boel kapot gegaan. Met de mensen werd de zorg gered. En dat, dames en heren, dat buitenparlementaire binnen het parlement brengen, in het parlement waar het niet gaat over de inhoud, waar het al helemaal niet gaat over de mensen, waarin het veel te veel gaat over beeldvorming, eigen positie. Dat heeft mij jarenlang zo ontzettend veel inspiratie en steun gegeven. En trots ben ik om Kamerlid te zijn voor de SP. Maar ik weet nog goed, toen Jan Marijnissen mij aannam in 2005. Ik zei, ik weet het niet hoor Jan, Den Haag. Hij zei, zie het als een stage. Zie het als een stage om te kijken of jij wat voor ons bent en wij wat voor jou. En het was een ontzettende leuke stagetijd. We hebben onwijs veel actie gevoerd. Ik ben het hele land doorgegaan met WMO-acties. Het was altijd dat ik met energie thuis kwam. Ook al was ik ergens van heinde en verre geweest met de mensen. En het was altijd dat ik met energie gebrek thuis kwam als ik in Den Haag was geweest. Dus met pijn in het hart, maar met heel veel trots, wil ik jullie laten weten dat mijn stageperiode erop zit. En dat ik jullie ga verlaten. Maar ho, 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 ho. Wacht even, jongens, wacht even, wacht even, wacht even. Maar luister, ik ga jullie niet verlaten, want ik blijf SP'er. Ik ga deze zomer met Velsen en de afdelingen gaan we de boel op stelten zetten rond Tata Steel. En niet om te zeggen, doe de boel maar dicht, maar door te zorgen dat het schoon werk komt en dat er een toekomst komt voor de regio. Ik heb allerlei afspraken met afdelingen staan en die gaan wat mij betreft gewoon door. Ik stop met de politiek in Den Haag, waar het giftig is en waar het te langzaam gaat. Maar ik stop niet met de politiek en de democratie voor echte mensen, want dat is waar de SP voor staat. Dus ik ga jullie nog heel vaak zien. Dank jullie wel. Ja,
ze wil wel weer gaan zitten. Ik dacht het niet, Renske Leijten. Ik vind het moeilijk om de juiste woorden te kiezen op zo'n moment. Ik vind het super kut voor de partij, voor de fractie, voor alle mensen wiens stem je bent in het parlement. Altijd geweest en tot op de dag van vandaag kan ik nog wel zeggen, want ik weet dat je gisteren nog weer op pad was om allerlei dingen te doen. Ik dacht, jeetje Renske, hoe breng je het op? Maar ook voor mezelf, omdat ik gewoon een maatje ga missen in Den Haag. Ik zat gisteren foto's te kijken van jou en wat je allemaal hebt gedaan. En het is gewoon veel te veel om op te noemen. Dagelijks bestuur, partijbestuur, rood, lokaal in Haarlem. En dan natuurlijk ook bijna 17 jaar in Den Haag, in de Tweede Kamer. En ik zag, vond ik wel grappig, een foto van, ik moet inderdaad zo weg, wat Jannie al zei, naar de Katie Kotti, denk ik, in het Oosterpark. En ik zag een foto van jou en mij, toen nog bij de vakbond, precies 10 jaar geleden in datzelfde Oosterpark, waar ik nou naartoe ga, waar jij toen al aan het strijden was voor de zorg. En zo heb ik jou vooral leren kennen, natuurlijk, als strijder voor de zorg, toen al in de Tweede Kamer. Dankzij jou zijn de eerste 2 SP-wetten aangenomen. Die gingen over de zorg. Het was tegen de loondump in de thuiszorg en tegen het verplicht aanbesteden van de thuiszorg. Maar er is zo ontzettend veel meer. De hele strijd tegen de marktwerking in de zorg, de strijd voor ons alternatief, het Nationaal Zorgfonds dat jij hebt gebouwd, alles daaromheen. Maar ook in je laatste jaren de strijd voor meer democratie, zeggenschap voor mensen, voor een correctief bindend referendum. Ik heb jou leren kennen als strijder voor de zorg. En heel Nederland heeft jou natuurlijk leren kennen uiteindelijk door het toeslagenschandaal. Wat jij door vasthoudendheid, door mensen te zien in plaats van nummers, door niet op te geven, niet in de Tweede Kamer, door als een pitbull, werkelijk als een pitbull, je vast te bijten en niet op te geven, omdat je altijd wist voor wie je het deed. Mensen met wie je ook, en ik weet dat, persoonlijk superveel contact hebt, die je gesteund hebt op de momenten dat het moeilijk was, met wie je meeging naar gesprekken als ze weer eens onder druk werden gezet, wie je hebt geholpen met verhuizen, weet ik, hun huizen inrichten door alle ellende waar ze mee te maken hebben. En daardoor heb je dat toeslagenschandaal boven tafel gekregen. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het kabinet Rutte 3 moest vertrekken. En niet alleen dat, misschien nog wel belangrijker, ze zeiden daarbij, dat moesten ze erkennen, dat ze de mensen niet meer hadden gezien. Dat ze de mensen over het hoofd hebben gezien. Dat ze in Politiek Den Haag niet kijken naar mensen, maar mensen zien als nummer. Dat het geïnstitutionaliseerde wantrouwen bij de overheid voorop staat in plaats van een overheid die dienend is voor mensen. En ik denk dat, ik zeg al, het is te veel om op te sommen. En gelukkig neem je geen afscheid van de partij. Je stopt als Kamerlid, je blijft actief SP'er. Dus we gaan je nog op heel veel plekken zien, daar ben ik zekerste weten van overtuigd. En het is te veel om nu even allemaal op te noemen wat je hebt gedaan. Maar ik denk dat dat zo cruciaal is en dat je daarmee zo van zo'n grote betekenis bent geweest en zult zijn voor de Haagse politiek, dat je die daarmee hebt veranderd, dat jij in ieder geval voor mij, maar ik weet eigenlijk zeker voor iedereen hier in de zaal en voor alle SP'ers, dat je een inspiratie bent, dat je een voorbeeld bent van hoe een goede SP'er zijn werk doet, ook in het parlement. Jij kan laten zien dat je in het parlement kunt werken zonder parlementair te worden. Jij laat zien hoe je het activisme in het parlement brengt. Hoe je het altijd met mensen en voor mensen doet. En ik denk dat je daarmee een inspiratie bent en blijft voor ons allemaal. Ik kom woorden tekort om jou dank te zeggen voor alles wat je in die bijna 17 jaar hebt betekend voor de Kamerfractie van de SP. Ik ben dolblij en zielsgelukkig dat we jou voor de partij kunnen behouden. Dat jij je op een andere manier gaat inzetten om die democratie verder te brengen. Maar ik ga je wel ontzettend missen. Ik jou ook. Lieve mensen, geef ze een heel hard applaus dat ze dit fucking Den Haag kunnen horen. Renske Leijten!